Projecto Uno El Tiburón hoorde je bij Paradise. Statenverkiezingen 2021. En daar is ze nu, de gast Suzie Camelia Reumer. Welkom. Dankjewel. Goedemiddag iedereen. Even wat vertraging, maar ja, het zijn hele drukke tijden, hè? Ja, vanaf de vroege ochtend de eerste interviews. Je wordt zo'n beetje om 7 uur opgebeld tot de late avond. Laatste contactbijeenkomst, dus je bent continu bezig. Ja, en toen zag je op de klok, oh jee, het is al 5 uur geweest. Ik had bij Paradise moeten zijn. Correct. Ja, zo gaat het precies. Kan gebeuren. We gaan gewoon proberen om zoveel mogelijk alsnog te vragen. En we beginnen met de supersnelle vragen. Wat is uw naam? Suzie Reumer. Wat is uw positie op de kieslijst? Nummer 1 op de lijst van Partido Innovación Nacional, PIN. Omschrijf uw partij in 3 woorden. Innoverend, kennis en ervaren. Omschrijf uzelf in 3 woorden. Taboe doorbrekend, doorzettingsvermogen en liefdevol. De dampende dilemma's. Dat is alvast een mooie, korte introductie van uzelf. Ik wil graag verder gaan met die introductie aan de hand van een aantal dilemma's. Okay. Dus aan u de vraag om zo kort en bondig mogelijk te antwoorden. En we beginnen met vandaag weer een flink aantal nieuwe coronabesmettingen erbij. Doet Curaçao genoeg om het vaccinatieproces te stimuleren? Ik vind van niet. Ik denk dat het uitgebreid moet worden. Gewoon met de huisartsen op scholen. We hebben leerlingen op de IVE. Die kunnen aangeleerd worden hoe ze precies de prikken moeten toedienen. Dat moet echt voor de mensen die dat willen natuurlijk veel massaler gebeuren. Heeft u zelf al een vaccin genomen? Nog niet na de verkiezingen ga ik dat doen, want je kunt je toch een beetje ziekig ervan voelen. En nu vlak voor de verkiezingen wacht ik liever even. En bent u tevreden over de rest van de coronamaatregelen op Curaçao op dit moment? Ik denk dat het wat strenger moet. Zodra het begint te verspreiden, dan moet je toch de tokken de keer dat tijd weer aanpassen. En wellicht ook andere maatregelen. Maar ik heb niet alle informatie. Als je minister bent, zit je met alle ministeries. Uh-huh. En dan kun je beter overzien. Maar ik denk dat wij wel moeten oppassen. Omdat vooral de kwetsbare groepen toch zwaar getroffen kunnen worden. En naast het coronavirus, wat is het grootste probleem op Curaçao? Los van gezondheid? Ja. De grootste problemen op Curaçao zijn nou de economische problemen, waardoor wij eigenlijk weinig inkomsten zelfstandig draaien, waardoor we ook veel geld moeten lenen. Dus ik denk dat de overheid zo snel mogelijk de wetgeving doorheen moet jagen, zoals van cannabis, medicinaal, online gambling en dat soort wetgeving die je nodig hebt voor die economische sectoren. En om uw plannen te kunnen realiseren, sluit u een aantal partijen op voorhand uit? Nee, heel bewust doen wij dat niet. Wij denken dat de verkiezing gewoon vrij moet kunnen verlopen door de burgers. Maar als je de programma's dan gaat bespreken om tot 1 programma te komen, dan kan het leiden tot uitsluiting, omdat er bepaalde dingen zijn die gewoon belangrijk zijn. Zoals wij vinden de economie als basis van welvaart heel belangrijk. En dan onderwijs als basis voor welzijn is zeer belangrijk en sociale ondersteuning. Dus die punten moeten in een programma waarin wij aan meedoen. Veel nieuwe partijen noemen de oude politiek als probleem voor de economische groei. Vindt u dat er veel sprake is van corruptie op Curaçao? Ik denk niet dat het meer is dan in andere landen. Als je corruptiebarometer leest en International Corruption Index. Maar doordat we klein zijn, denk ik dat we heel streng moeten zijn. En dat van oude politiek. Er is politiek wat gewoon niet acceptabel is, oud of nieuw. Van de nieuwe partijen hoor ik vaak ook dezelfde dingen als van die partijen waarvan ik het niet acceptabel vind. Heeft u zelf wel eens te maken gehad met corruptie? Nee, het rare is dat ik nooit ben benaderd door mensen met voorstellen die niet kunnen. Ik heb wel eens in de ministeries gehad dat ik mensen heb voorgedragen voor ontslag of zelfs aangifte heb gedaan. Dus in die zin wel, maar ik denk altijd dat mijn manier van doen eigenlijk uitsluit dat mensen mijzelf benaderen. Maar in mijn ministeries heb ik wel meerdere keren moeten optreden. Oké, okay. Dan de laatste van de snelle dampende dilemma's. Regeren in een kabinet met naast u alleen maar mannelijke of alleen maar vrouwelijke collega's? Ja, ik denk dat het onevenwichtig is. De gemeenschap bestaat als u moet kiezen. Als ik moet kiezen, dan doe ik mannen en vrouwen.
gewoon een verdeling, omdat een vrouw soms een iets andere invalshoek heeft dan een man, maar die mannelijke invalshoek hebben we ook nodig. Er zijn twee seksen op de wereld, dus ik denk dat we samen moeten werken. Oké. Dan door naar uw muzikale keuze. Dat vond u volgens mij vrij lastig. De kandidaat ja. En zijn plaats. Ja, ik vind zoveel muziek mooi. Vanaf de tumba en de tamboe tot de klassieke Johann Sebastian Bach met zijn orgel. Dus eigenlijk is het moeilijk te kiezen. Maar misschien omdat het zo'n drukke periode was, leek u deze wel een mooie keuze? Ja, eventjes relaxen. Met Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy. Ja. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. De keuze van Suzy Camelia Reumer van de Pien. Statenverkiezingen 2021. Nog steeds gast in de studio. En u gaf een mooie extra toelichting bij de keuze van dit nummer. Kunt u dat nogmaals vertellen? Ja hoor. Kijk, er zijn dingen in het leven waar je niks aan kunt veranderen. Dus dan moet je ze maar nemen zoals ze zijn. En dan heeft het geen zin om je er zorgen over te maken. Dus don't worry, be happy als iets gebeurt wat buiten jouw controle is. En de dingen die wel binnen jouw controle zijn, nou, daar moet je natuurlijk wat aan veranderen. Daarom vind ik het zo mooi dat je gewoon don't worry, be happy. Ja. Nou, er zijn een hoop dingen waar u zou over kunnen worryen afgelopen jaar. Als we even terugblikken op 2020, was voor iedereen natuurlijk een lastig jaar. Ja. Maar voor u is er een hoop gebeurd. Heeft u ergens spijt van, als u terug zou kunnen draaien, dat u het anders zou doen? Nee. Kijk, corona sowieso was ik al vanaf eind november, december mee bezig. Ik heb zelf mijn departement eigenlijk gewaarschuwd, mensen bij elkaar gelopen. Ik had al de raad geïnformeerd, vooruitgelopen, samengewerkt. Zodat wij, toen we maatregelen moesten nemen in maart, al heel goed voorbereid waren. Dus daar heb ik geen spijt van. Ik heb moeten aftreden omdat er een zetelroof was van onze enige zetel in het parlement. Dat zijn een van de dingen die je gewoon moet aanvaarden. Want je kunt er niks aan doen. Er was geen reden. Er is nooit reden voor gegeven. Je ziet dan dat je projecten hebt die je niet hebt kunnen uitvoeren, die in hun laatste fase waren. Dat is natuurlijk spijtig. Maar je kunt het niet. Op welke projecten doet u daarbij? Bijvoorbeeld in de landbouw, waarbij wij maatregelen voor water hebben georganiseerd. Voor commercieel landbouw, bepaalde vruchten en groenten die eigenlijk de bescherming moeten krijgen. Dat is allemaal al voorbereid. Landbouwterreinen, die projecten zijn blijven liggen bijvoorbeeld. En dat is dan heel jammer. De natuurgeneeswijze die ik aan het reguleren was, dat was al bijna af. Dat zijn die Ayurvedische geneesmiddelen onder andere ook, hè? Niet alleen Ayurvedisch, maar Chinees, Ayurvedisch, homeopathie. Verschillende vormen van natuurgeneesmiddelen. En onder andere onze eigen kruiden. Dat staat ook in het regeerakkoord trouwens, al deze projecten die ik noem. En die zijn dus blijven liggen. En ik hoop dat ze weer opgepakt worden. Want dat zijn echt dingen die van belang zijn. Trouwens, ik heb gezien dat Radio Paradise denkt dat ik 20 miljoen heb besteed aan wellness. Nee, dat is 2 miljoen. Misschien moeten jullie dat verbeteren. Controleer het maar met SVB. Want eigenlijk vind ik het jammer dat er verkeerde berichtgeving wordt gegeven. Maar, daar zullen we later nog even naar kijken. Maar er zijn ook veel mensen die twijfels hebben bij alternatieve geneeswijzen. Hoe zou u dat willen verklaren? Omdat ze de World Health Organization niet volgen. Als u even kijkt naar het TCIM-beleid van de World Health Organization, de planning van 2017 naar 2021 en voorts, 2021, 2025, dan ziet u dat de meeste landen op de wereld het georganiseerd hebben en gereguleerd hebben. Op Curaçao hebben we heel veel natuurgeneeswijzen. Uh-huh. Het wordt getolereerd vanaf de jaren 70. Het eilandgebied Curaçao had een afdeling binnen de GGD om de alternatieve geneeswijzen te ontwikkelen. Dus nadat we op Curaçao over zijn gegaan, dat is blijven liggen in de jaren 70,
is er niks mee gebeurd. Maar al die jaren is het gedoogd en getolereerd. Je kunt zo naar de homeopathische arts hier op Curaçao of naar een acupunctuurarts op Curaçao. Het is geen enkel probleem. Je hebt meerdere huisartsen die naast hun westerse praktijk hebben ook een natuurgeneeswijze praktijk hebben. Dus het is wijdverbreid. Wat ik wilde doen en nog steeds wil doen, is juist de regulering. Zodat je als burger weet dat degene die praktiseert, gediplomeerd is, B, dat hij een methode gebruikt die geaccepteerd is door de World Health Organization. En de producten die gebruikt worden, goedgekeurd zijn door de inspectie. En daarom heb ik ook met de inspecteur-generaal van Volksgezondheid op dit traject gewerkt. En hij is volgens mij de laatste hand daaraan aan het leggen. Oké. En onder andere ook in uw plannen, dat is de legalisering van medicinale wiet op Curaçao. Daar gaan we het zo meteen ook verder over hebben. Ook over de toekomst van de economie, dierenwelzijn. Want vandaag is er een wet aangenomen. Ja. Snow komt eraan, Informer. En eerst Enrique Iglesias. Dit is Do You Know. Do you know? En u bent ook bezig met een andere natuurlijke geneeswijde. Een groot punt op de agenda van de PIN. De legalisering van mediwiet. Correct. Hoe ver is het ermee? De wetgeving is helemaal door de centrale commissie. Er waren nog vragen. We hebben nog gezorgd dat die beantwoord werden. Ook in de tweede centrale commissie. Ze liggen klaar. Ik hoop dat na de verkiezingen in elk geval de wet doorheen gaat. Omdat volgens de schattingen van de MEO, dus de Ministerie voor Economische Ontwikkeling, het 9000 banen kan genereren in 5 jaar en ongeveer 300 miljoen aan inkomsten voor de overheid. Je zou bijna zeggen, wat houdt mensen tegen hierin? Absurditeit. Want aan de ene kant, zelfs als je zou zeggen, het is maar 10% hè, van wat MEO schat, dan praat je nog over 900 banen en 30 miljoen gulden. Maar de reden werd aangevoerd door één coalitielid van de PAR, Ayobi, vanwege zijn religie. En van eentje van de man Hato, vanwege familie, wat hij mee heeft gemaakt met drugs. En het klopt niet, want je staat daar voor het algemeen belang en niet voor je eigen opvatting. En als je ziet dat het in Nederland meer dan 20 jaar al is, Duitsland is aan het ontwikkelen, in heel Europa, in de Verenigde Staten, in veel staten gelegaliseerd, Canada, Jamaica, Aruba, dan zeg je toch, waarom moeten wij weer een kans missen? Het eiland van de gemiste kansen. Ooit zal ik een boek schrijven, want het is gewoon absurd. Het staat echt nergens op. En, maar juist in de COVID-tijd, waar we zoveel moeten lenen van Nederland, wat ik niet betwist trouwens, ik betwist de voorwaarden, maar dat je moet lenen, staat zonder meer vast naar mijn mening. Maar dan moet je zorgen dat je je economie zo snel mogelijk opbouwt, zodat je, laten we zeggen, in 5-6 jaar die leningen terug kunt betalen. En dit zijn de soort projecten die je dan hebben moet. Want wij willen toch niet dat onze kleinkinderen nog voor de leningen van COVID betalen. Dus nee, het is gewoon absurditeit. En ik denk echt dat dit zal een van de punten voor PIN zijn die keihard op tafel komen als wij voldoende zetels halen om deel te vormen van de coalitie. Is het dan nog steeds niet zo dat u bepaalde partijen uit moet sluiten, nu u dit als bijna breekpunt noemt? Nee. Nee? Want we gaan zitten. Ik hoor van man en paar tegenwoordig dat ze zeggen nee. Want eigenlijk de leiders waren het wel mee eens. Hè? De heer Martina en de heer Ruggenaat. En merendeels van de coalitie. Het waren echt die twee leden. Ondanks dat we dit in de samenwerkende partijen meerdere keren hebben behandeld en ze nooit eerder hebben gezegd dat ze tegen zouden gaan stemmen. Maar ik denk dat als het in het regeerakkoord staat, want dit was een nieuw onderwerp, dat het heel duidelijk moet zijn. Ik denk dat iedere partij gevraagd moet worden, wat is uw standpunt ten aanzien van medicinale cannabis? U noemde net ook buiten de uitzending om dat taboes Curaçao veel in de weg staan. Is dit hier een voorbeeld van ook? Ja. Een voorbeeld van taboe en hypocrisie. Want ze gaan hand in hand. Er is een taboe op marihuana gebruik.
dat betekent dat men dan niet meer goed scheidt in, tussen de medicinale marihuana en de recreatieve marihuana. Dat men bang is van wat de bevolking zal vinden. Terwijl iedere dag, ik overdrijf nu een beetje, nee, laat me gewoon zeggen, vaak genoeg worden wietplantages opgerold. Ja. Waar denkt u dat die wiet naartoe gaat? Die gaat toch naar mensen die het roken. En als ik bijvoorbeeld met mensen praat, vragen echt heel veel mensen mij, waarom zet je je niet ook in voor het legaliseren van de recreatieve wiet? En dan moet ik iedere keer zeggen, kijk, wij zijn er niet tegen, maar ik wil in eerste instantie de medicinale cannabis erdoor. Daarvoor zijn al zoveel problemen. Laten we die wiet dan een maatschappelijke discussie maken om te kijken hoeveel mensen het willen. Want veel meer mensen willen ook de recreatieve marihuana gelegaliseerd zien dan bestuurders in hun ivoren torentje beseffen. Okay. Laten we even doorgaan naar een van de andere onderwerpen. U heeft misschien de grote glazen pot gezien die voor u staat. Zou u een van de papiertjes daaruit willen grabbelen? Ja, ik heb één. U mag hem openmaken en voorlezen. Oké. Hoe creëren we meer banen op het ei? Nou, dit hebben we volgens mij net beantwoord, of niet? Ja, want de economie, medicinale cannabis, wellness, toerisme, dat is ook heel belangrijk. Veel mensen willen yoga, mediteren, organic voedsel. Mensen willen gezond zijn. Dat is een toerisme wat binnen het Caribisch gebied miljarden draait. We zien de landbouw. We kopen zo'n 280 miljoen per jaar aan verse fruit en groenten en vers vlees en vis. Dat is iets wat we zelf kunnen produceren. Dat levert je ook 1000 à 2000 agrarische banen op. Dus dat zijn de nieuwe dingen die wij moeten doen. De nieuwe sectoren uitbouwen en de reeds bestaande sectoren goed ondersteunen. Hebben we daar ook de deskundigheid voor? Ja, en wanneer je dat niet hebt, koop je dat in. Als u een huis gaat bouwen, dan zoek je een architect. Je legt hem uit wat je wilt. Dan zoek je een aannemer die dan bouwt wat je wilt. En dan ga je niet zeggen, ja, maar ik weet niet hoe ik een dakconstructie moet berekenen. Dan, je zegt gewoon, ik wil een huis. En je zoekt een terrein en een hypotheek. En dan zoek je de deskundige om dat in te vullen. Dus voor zover wij een gebied willen ontwikkelen die we op het eiland de deskundigheid niet hebben, dan kopen we het in Nederland, in Colombia, in de States, wherever die expertise het best ontwikkeld is op een manier die bij ons past. Laten we nog even een van de kaartjes doen, want deze hadden we natuurlijk al een beetje deels gehad. Ja, dat is waar. Goed, nou een tweede, even kijken. Dat is er een oplossing voor corruptie en vriendjespolitiek op ons eiland? Ja. De beste manier dat de overheid kan draaien is door transparantie. Dat betekent dat we veel meer moeten digitaliseren. Processen en procedures moeten van tevoren helder en duidelijk zijn. Digitaal opgenomen, beslissingen moeten op kort termijn, binnen een bepaald kader, 3 weken, zo ben je niet tevreden. In bezwaar 6 weken, daarna in beroep bij de rechter. Ja, dus het moet heel helder zijn. En even, het beleid maken moet duidelijk gescheiden zijn van de uitvoerende dienst, die duidelijk gescheiden moet zijn van de controlerende dienst. En on top of it all moet het Openbaar Ministerie iedereen vervolgen. Dus niet alleen bestuurders, niet alleen hoofden van dienst, maar iedereen die zich schuldig maakt aan corruptie. Zowel de ambtenaar, zowel de bestuurder, als de burger die meedoet. En wie controleert het dan? Want het kan inderdaad heel transparant zijn, maar is dat bijvoorbeeld de taak van journalisten? Of wie zit daarop? Nee, erop van overheidswegen zit de controlerende instantie. Bijvoorbeeld, noem bij het sociale zaken en arbeid, je hebt arbeidsinspecteurs. Die moeten controleren wat in het veld gebeurt, of de wetgeving wordt goed gevolgd, ja dan nee. Zodra het niet goed wordt gevolgd, heb je een deel op basis van beleid dat bestuurlijke bloedte kan zijn. Daarna moet het Openbaar Ministerie vervolgen. Als je ziet hoeveel illegalen aan het werk zijn, en als ik je vertel dat er een boete mogelijk is van 100.000 per illegaal in arbeid genomen persoon, dan moet het OM toch daar nu wat aan gaan doen. Dus de overheid heeft nu een integriteitsbureau, laat ik het zo noemen, wettelijk geregeld. Dat moet goed bemand worden, maar het is niet voldoende. Als je de transparantie van de procedures niet hebt,
en duidelijk, zodat de burger dit digitaal kan volgen, dan ben je er ook nog niet. Zelfs met die twee delen heb je ook nog nodig dat je een controlerende instantie hebt. Dus los van degene die uitvoert, moet iemand anders kijken of het goed gebeurt. Want ja, kijk, corruptie met zoveel heldere schakels wordt veel moeilijker. En als iemand toch corrupt is, dan moet hij vervolgd worden. Maar wil je dat succesvol hebben, corruptie, it takes two to tango. Ook de burger moet weten dat als ik daaraan meedoe, hetzij doordat de burger het uitlegt, hetzij doordat de ambtenaar het uitlegt, beide moeten vervolgd worden. En OM is wat we noemen autonoom. Die kan dat zelfstandig doen. Die heeft geen minister nodig om op te treden. Dus daarin transparantie en OM als controlerende factor daarin. Ja. Als ik het zo kort en samenvat. En digitalisering. Ja. Ja. Goed, laten we nog even naar een topic dat best wel een hot topic rondom de verkiezingen is geworden. Het homohuwelijk. En Pien is een van de partijen die zich daar duidelijk voor uitspreekt. Voor andere partijen lijkt dit lastig. Het is een beetje weer hetzelfde wat we eerder noemden. Het is toch een taboe voor veel partijen, omdat ze bang zijn om de achterban te verliezen. Heeft u daar zelf ervaring mee gehad? Wat ik heb ervaren is niet achterbanverlies, maar wel dat toen Pien bekend maakte naar aanleiding van een voorstel van wet van de groep die georganiseerd is voor homo. Ik ben vreselijk beklad als je foto's ziet hoe ze bewerkt zijn en met figuren. Ik schrok er gewoon van de heftigheid. Dat had ik toch niet verwacht. Dat mensen op die manier konden reageren. Zo laag bij de grond dat ik dacht, weet je, dit moet je meemaken, Susie, om te begrijpen wat de mensen die homoseksueel zijn elke dag meemaken. Kunt u zich voorstellen dat andere politici zich hierdoor zouden laten afschrikken? Maar dat moeten ze niet doen. Je bent leider of je bent het niet. Je loopt voor de kar en trekt het, of je laat die kar jou trekken. Je moet, een leider moet ook durven om stelling te nemen. Je moet durven om tegen mensen te zeggen, ik noem je ook een andere taboe, abortus. Abortus is hier taboe. Maar we hebben meer abortussen per hoofd dan bijvoorbeeld in Nederland. Toen ik minister van GMN werd, zei ik tegen mijn mensen, maar we moeten betere voorlichting geven op de middelbare school. Toen kwamen ze met een project die zij ontwikkeld waren. Ik wil geen eer stelen. Zij hebben het ontwikkeld. Het heet liefdevolle seksualiteit. Ik zal het maar even vertalen. En het is een heel mooi project. Ik heb het heringevoerd, want het werd door sommige besturen en ouders tegengehouden. Dus ik heb gezegd, nee, dat moet gewoon deel zijn van wat in het curriculum is. En het heet Bibamor, liefde, liefde. En het is goed dat jonge mensen weten wat voor behoedsmiddelen zijn, maar ook, en dat zit ook in het project, wat het kan betekenen psychologisch gevoelsmatig. Is zo'n project toepasbaar op alle scholen? Of zijn er scholen die dit weigeren bijvoorbeeld? Er zijn scholen die eigenlijk weigeren. En ik vind dat het uiteindelijk in het formele curriculum van school moet. Seksualiteit is gewoon onderdeel van het leven. Net als ik je leer spreken. Kijk, het leren van mensen over seksualiteit is niet dat ik tegen jou zeg, ga maar lekker even met seks beginnen. Integendeel, ik leg je uit van, denk eens goed na. Hoe oud ben je? Hoe oud is je vriendje of je vriendinnetje? Ben je al zo ver dat je echt met iemand in bed wil? Hou je er rekening mee dat je gevoelsmatig je bindt aan iemand? Dat als je breekt, dat het bijvoorbeeld je kan verstoren in je lessen? En hou je er rekening mee dat je je niet moet laten overweldigen door gevoelens? Je moet jezelf beschermen met een condoom, ook tegen ziektes en tegen zwangerschap. Het is juist een gelegenheid om met jonge mensen over te praten. Dat je zegt van, stel je voor je raakt zwanger met 15. En dan? Ben je klaar om voor een kind te zorgen? Denk daar eens over na. Het kind huilt in de ochtend. Jij moet naar school. Hoe zie je dat? Je moet nog gaan studeren. Dus eigenlijk door met mensen, of jonge mensen in dit geval, door te spreken wat de consequenties van seksualiteit zijn, dan kunnen ze juist twee keer denken, in plaats van zich te laten overweldigen door een emotie, omdat je juist erover hebt gepraat. Want die emotie, die hormonen, die gaan niet weg. Die zijn daar. En waarom doen wij alsof
een jonge mens geen verliefdheid voelt, geen zin in seksualiteit voelt, terwijl het de realiteit is waar je om mee moet leren gaan. Net als je iemand leert, oké, je bent boos. Hoe ga je die boosheid verwoorden? Wat moet je dan zeggen? Moet je gewoon weglopen? Nee, toch? Je moet op een beleefde manier je woede kunnen uiten, je emoties. Nou, seksualiteit heeft ook emotie. Het is niet alleen lichaam. Dus in die zin heb ik ook taboe doorbrekend genoemd. Want ja, dit wat ik doe, bijvoorbeeld het woord condoom noemen op de radio, dat is voor veel mensen erg stuitend. Ze worden boos op mij. Maar als wij dat niet doen, hoe zal de jonge mens op Curaçao ooit leren hoe hij of zij zichzelf moet beschermen? Het is alleen maar door eerlijk te zijn, door open te zijn, ook te zeggen als ik iets niet weet. Misschien vraag je me iets, ik weet het niet, ik moet het nog uitzoeken. Maar we moeten wel meer open worden met elkaar. Laten we vooral dingen blijven bespreken, daar sta ik zeker achter. Voordat ik u ga verlaten, nog één vraag van onze kettingvraag. Kettingvraag. Ja, dat zeg ik. Die komt van Stephanie Willems. Die was vanochtend te gast bij Maarten van Oncambio Pacorsau. En zij wilde u graag dit vragen. Ik zou graag willen weten wat de status is van het health management systeem. Dat we gedurende de jaren dat zij zeg maar in het ministerie van Gezondheidszorg zat, hebben opgewerkt. Ja, kijk, wij hebben gelden gezet in de begroting. Als ik me niet vergis, voor 2020 was het iets van 4 miljoen of zo. Health and Wellness Monitor. Dat is ook vreselijk aangevallen, alsof ik geld wil verkwisten. Terwijl het gewoon een project is die het ministerie, dus het ambtelijke ministerie, in samenwerking met de Pan American Health Organisatie heeft ontwikkeld en aan het ontwikkelen was. Wat doet dat systeem? Dat systeem waar ik 100% achter sta, monitort vanaf dat iedereen naar de huisarts gaat. Die voegen alle gegevens in. Maar de bestuurder krijgt dat niet. Maar wat krijg je op geaggregeerd niveau? Kun je alle informatie krijgen. Bijvoorbeeld zodanig dat je kunt zien dat in een bepaalde straat, bijvoorbeeld in Brievengat, zijn er heel veel mensen met hartproblemen. Ja. Meer dan gemiddeld. Dat je dan mensen kunt laten onderzoeken hoe dat komt. Misschien dat er zoveel vervoer is 's avonds dat de mensen niet kunnen slapen, zodat ze hartstoornissen krijgen. Dus dit systeem is eigenlijk een systeem waarmee je je hele gezondheid kunt monitoren, bijsturen je beleid. Je kunt interventies doen. En dat systeem moet naar mijn mening gewoon doorgang vinden. Ik denk dat de COVID dat heeft vertraagd. Want ja, al onze aandacht, ook van het ministerie, is naar het handelen van de pandemie uitgegaan. Maar om heel duidelijk te zijn naar de vragenstelster, Pin vindt dat het systeem van de Health Monitor gewoon doorgezet moet worden. Het zal enkele jaren duren. Het is een meerjarig project. Mm-hmm. Maar het zal Curaçao zeer zeker helpen in de aanpak van de volksgezondheid. Goed. Dan heb ik nog één laatste vraag voor u. En dat is eigenlijk of u een vraag heeft voor Steven Martina. Die is morgen te gast. Goed. Hoe staat uw partij tegenover de ethische vraagstukken? Dat zijn dus de homohuwelijk, abortus en euthanasie. Graag een duidelijk en helder antwoord. Dank u wel. Fantastisch. Die hoort u morgenochtend bij Maarten Schakel voorbij komen als Steven Martina te gast is namens de man. Ik wil u enorm bedanken voor uw komst naar de studio. En alle succes gewenst. Dank u wel en bedankt voor het uitnodigen. Geen dank. Ja. In de campagne natuurlijk en ook in de verkiezingen. Dank u wel. Fijne avond. Fijne avond.